Lieve mensen, laat ik vooropstellen dat deze bijeenkomst en de uitnodiging die daaraan vooraf ging, voor mij net zo'n verrassing was als voor de meeste van u. Ik wist niet wat ik las toen ik de envelop met de uitnodiging tot mijn nam opende en ging lezen. Had u deze ridderorde verwacht? Nee, helemaal niet. Ik had in het verleden altijd gezegd van, dat is aan mij niet besteed. Ik vind dat ieder mens zijn best doet, wie die ook is en wat hij ook mag doen. Maar ja goed, als je dan op een bepaald moment voor een voldongen feit komt te staan, kun je moeilijk weglopen. En ik ben er nu ook wel dankbaar voor. Uw boek draagt als titel Verlangen naar meer. Kunt u het kort de titel verklaren? In de meeste gemeenten is een van de doopvragen, verlangt u dat uw kind wordt opgenomen in de gemeente van Jezus Christus, waarop de doopouders zeggen ja. En ik vind het ja-woord heel wat. Want ik dacht heel vaak, nou, jullie beloven nogal wat, hè? Je belooft dat je kind zal opnemen in de gemeente van Christus, dat verlang je. Je verlangt dat je kinderen bekend worden gemaakt met het geloof in Jezus, het geloof in God. En laten we maar eerlijk zijn, het is wellicht een van de moeilijkste opgaven in de hele opvoeding van een kind. De godsdienstige opvoeding. En vandaar dus die titel Verlangen naar meer. Ik heb ook een verlangen naar meer, spreken die doopouders als het ware uit, om mij te helpen. Het boek bevat een 4-jarig project. Hoe ziet dat project er globaal uit? Bij de doop ontvangen de doopouders een doopkaars. Die wordt aangestoken aan deze paaskaars. Die doopkaars die ontvangen zij eerst nog. Maar is er een herinnering aan de doop van hun kind. En eigenlijk duurt dat 4-jarig project, is zodanig ingevuld dat ze in die 4 jaar ondersteund worden met brieven van een jonge moeder. Waarin ze geholpen worden in de geloofsopvoeding van hun kind. Maar waarin ze ook ondersteund worden in de geloofsbeleving van zichzelf. Onze dochter is hier gedoopt. En alle kinderen die een bepaald jaar zijn gedoopt, al die ouders zijn, nou ja, komen dan samen in één groep. En we hebben natuurlijk het mooie boek gebruikt. Het leuke aan het boek is dat je al begint thuis, want er wordt gevraagd, wil je een van de hoofdstukken lezen? Een soort huiswerk. En dus al samen met je partner in gesprek gaat. En na die 4 jaar komen al die gedoopte kinderen van 4 jaar met die doopkaars brandend in hun hand de kerk binnen. Dat is een prachtig gezicht. En dan stappen ze als het ware hier door een papieren deur en worden opgenomen in de kindernevendienst. Ze mogen dan officieel meedoen met de actieve kerk. De kinderen zijn door een deur gegaan, prachtige deur, en mochten de overstap maken naar de kindernevendienst. Een nieuw begin. Deze kaars wil ik graag aansteken en aan dominee Veen geven, ook voor een nieuw begin, voor het doop van een nieuwe boek. Maar ze kwamen en deden allemaal mee. Zij vormden de basis voor het project en de brieven. En vormden het bewijs dat een verlangen naar meer een handreiking wil bieden bij zowel de geloofsopvoeding van kinderen als niet minder het geloofsgesprek in de levens van jonge ouders en jonge gezinnen te bevorderen. U behoort niet tot de richting van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Toch wordt dit boek aanbevolen voor gebruik in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Welke concessies heeft u moeten doen om voor deze aanbeveling in aanmerking te komen? Ik heb geen concessies gedaan. Ik heb alleen wat toespelingen gedaan in de tekst, dat het niet alleen voor één richting in de kerk bruikbaar is, maar voor de volle breedte van de kerk. Ik heb dat ook gemerkt. In de afgelopen jaren, het project is er sinds 2005, dat het echt landelijk wordt gebruikt. Er zijn nu meerdere tientallen gemeenschappen en gemeenten die het gebruiken. En dat is de volle breedte van de kerk. En laten we maar heel eerlijk zijn, we hebben als alle kerken te maken met de problematiek van hoe hou je jonge gezinnen betrokken bij de kerk. Nou, dat geldt niet alleen voor de PKN-kerken, dat geldt ook voor de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Vrijgemaakte Kerken. En dan is dit een project wat jonge ouders in ieder geval weer wil betrekken bij de vragen van het geloof. We gaan nu luisteren naar Jaap Neuteboom. Hij bespeelt kleine orgel boven.
En hij brengt twee variaties ten gehore over Psalm 116. Dit doopvond is heel erg oud en het is zelfs een poos verdwenen geweest, heb ik begrepen. Werd het voor iets heel anders gebruikt, wat... Bloemenbak in een plantsoen. Bloemenbak in het plantsoen, hè. Gelukkig is hij hier weer. Nou, het is zelfs... Tuurlijk, hij staat nu voor in de kerk en dat is ook prachtig, hoor. Maar van oorsprong stond hij waarschijnlijk achter in de kerk, bij de deur. Want een kind werd al gedoopt voordat het de kerk binnenkwam. Dat wil zeggen, Gods jawoord aan ons leven gaat vooraf aan het jawoord van de ouders. Doopt u ook kinderen waarvan de ouders amper of niet in de kerk komen? Ja, ik zal nooit een doop weigeren vanwege alleen de ouders. Tuurlijk is het belangrijk wat ze beloven. Dat vind ik wel. Ze moeten er wel achter staan. En zeker als ze met dit project meedoen, heb ik er ook alle vertrouwen in dat ze dan actief gaan meedoen. Maar het onderwerp zelf is natuurlijk het kind wat gedoopt wordt. En ik vind dat ik niet het recht heb ook maar één kind de doop te ontzeggen. De volgende vraag die houdt ook mee verband. Centraal staat de kinderdoop en de betekenis ervan voor de ouders en voor het opgroeiende kleuter. De 24-jarige hervormde predikant Anthony Brummelkamp werd in 1835 gewapende hand de toezegging tot de preekstoel ontzegd, tot deze preekstoel, omdat hij geen kinderen van niet meelevende ouders wou dopen. Hoe kijkt u terug op dat incident van 181 jaar geleden, dat onder andere de aanleiding was voor de afscheiding in Hattem? Ik laat het heel kort samenvatten. Ik ben er niet gelukkig mee. En ik kan me ook wel voorstellen dat er destijds van alles en nog wat in gebeurde. Dat er een hele roerige toestand ontstond. Ik vind dat je, nogmaals wat ik net al zei, je kunt een kind de doop niet weigeren. Je kan ouders erop aanspreken om hun belofte waar te maken. Om actief mee te doen, om dat te ondersteunen. Maar ik vind dat je een kind zelf, de dopeling zelf, de baby, niet kunt weigeren in dat opzicht. Natuurlijk mag je verwachten dat ze ook een beetje betrokken zijn. En... Eén ding moet gezegd worden, dat de vanzelfsprekendheid die er misschien 100 jaar of 150 jaar geleden was bij de doop, dat die, vind ik, die ervaring, die is verdwenen. De jonge ouders die ik heb meegemaakt in de afgelopen tientallen jaren, die hebben, voor zover ik dat kan inschatten, maar daar ben ik, nou, ik ben er bijna van overtuigd, die hebben bewust ook voor die doop gekozen. Niet omdat de familie dat graag wilde, of omdat dat zo'n traditioneel geval is of wat ook, maar omdat ze daar ook echt principieel voor hebben gekozen. En dat maakt het dan een stuk makkelijker dan toen het 150 jaar geleden misschien toch ook wel vaak traditie was. We kunnen op de flap van het boek zien van het echtpaar van Filsteren uit Hattem, die daarin schrijven: onze ervaringen met verlangen naar meer zijn enorm positief. Als kring van doopouders komen we nog altijd 5 keer per jaar bij elkaar, terwijl het project voor ons al afgelopen is. Ik spreek de wens uit dat ook deze tweede druk een weg mag vinden bij vele, vele jonge ouders. En ik ben alvast begonnen aan een nieuw boek. Maar daarvoor moet u nog even geduld hebben. Ik kan niet. Wanneer kunnen we de geboorte van uw volgende boek tegemoet zien en waar gaat het over? Nou, een van mijn doelstellingen is wel dat wij als kerk de opdracht hebben om meer de geloofsbeleving te ondersteunen in het gezin. We zullen daar vooral ook, hoe praat je er als man en vrouw, als partners over, samen met je kinderen. Dus daar wil ik een bijdrage aan leveren, maar de volgende twee boeken, dat zullen waarschijnlijk romans worden. En de een gaat over een zwaar gehandicapte vrouw en haar plek in de wereld van geloof, hoop en liefde. En de tweede, dat is nog een beetje vaag, dat zijn allemaal nog schetsen. Maar, fictieve figuren. Hoewel, nou, de eerste is een familielid van mij. En ik vind het ook heel bepalend om eens een keer te zeggen van, wat maakt een gehandicapte die niet de kans heeft gehad een partner te kiezen, die geen kinderen heeft gehad, die aan heel veel dingen niet kan meedoen. Wat maakt hij mee in deze wereld? En hoe ervaart hij de wereld? Nou, die gesprekken heb ik met haar gehad en dat is een roman geworden.
Dominee Veen, mevrouw Veen, familie Veen, dames en heren. Zo'n uitnodiging die laat je echt niet zomaar terzijde. Die neem je met heel veel plezier en genoegen aan. Het is tegelijkertijd een hele mooie gelegenheid om u mee te mogen delen. Dat doet me ontzettend veel genoegen. Dat u benoemd bent tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De combinatie van hoofd- en nevenactiviteiten die je verricht hebt, dus niet alleen de predikant zijn, maar ook de wijze waarop je in de samenleving hebt gestaan en nog steeds staat, de wijze waarop je invulling geeft aan het verbinden van mensen, het verbinden van mensen binnen de kerk, buiten de kerk, in de samenleving, is een heel belangrijke aanleiding geweest om voor het kapittel en voor de koning om deze hoge onderscheiding toe te kennen. Je bent op allerlei wijze actief geweest. Allereerst in de tijd als grafisch ontwerper, daar ben je mee begonnen. Maar zelfs toen al stond je met twee benen in de samenleving. Je deed dingen naast. En altijd die relatie tot die samenleving heeft jullie beiden geïnspireerd en aan het werk gezet. Dat kreeg een volgende dimensie in de stap naar het predikantschap. In Laren, in Harderwijk. En uiteindelijk hier in ons eigen Hattem heb je daar het nodige gedaan om mensen te verbinden en om het woord van God te verspreiden en tegelijkertijd toegankelijk te maken. Je bent een bruggenbouwer puur sang. Jullie beiden zijn bruggenbouwers puur sang. En dat is iets wat belangrijk is. Je brengt warmte en raakvlak in de samenleving. En daar zijn wij allemaal heel erg blij mee dat je dat gedaan hebt. Dankjewel.